Je bent een versopen hondje, jij. Ja. Je bent een versopen hondje. Ja, je bent een versopen hondje. Hé, Willy? Wat? Ze is een versopen hondje, hè? Ja, een versopen kat. Nee, hondje. Nee, een kat kan ze niet zijn. Een open hondje. Ja, de meisjes die zijn zo lief. Twee engeltjes. Alleen er gaf er een bede voor. En daar zit er boven. Zit er ook één kat of niet? Een kerel. Ja, jullie zien er al zitten. Mario die is er ook weer. Wat een bakkie. Willy die ging de poort uit. Zo lieve vrienden, welkom bij ons, ja, bij Corinne en de Beestenboel. Bij wie anders zijn jullie aangekomen? Ja, bij ons. Hé, ja. Owen, kom eens kijken. Kom eens kijken, kind. Hè, waar is Rijke eigenlijk? Zeker in de speelgoedbox, want ik zie haar echt nergens. Zo op het eerste gezicht. Maar hier hebben we Elwing. Hé, Elwing. Ja, die is zo lief. Hé, mag ik even door, schat? Dank je. Ja! In de speelgoedbox. Ja! Hé? Kleine meid. Ja. Maar in ieder geval, ja, lieve vrienden. Het is vandaag alweer reeds maandag. En het is de 11e van de 3e 2024 en het is 7 minuten over 2 en ik moet ze nog uitlaten, maar ze zijn al wel buiten geweest een paar keer. Willy is boven bezig. Nou, ik had met Willy een heleboel dingen te bespreken en te bepraten en even gezellig en niet gezellig. Ook heb ik van Willy twee nieuwe kaarsen gekregen, dus ook hartstikke lief. Daar ben ik ook weer blij mee. Eentje staat daar al in, enkel dat vlammetje is anders dan die bij de televisie staat. Dit is zo'n vlammetje. Het lijkt ook wel op echt, zoals je zo kijkt. Met zo'n zwart lontje, maar hij beweegt niet. Nee. Niet dat ik weet. Maar aan de onderkant zit een knopje en die moet ik dan indrukken. Er zit geen afstandsbediening onder. Nee. Werkt niet via afstandsbediening. Helaas. Maar is niet anders. Ik ga zelf eens even weer naar het tuincentrum toe. En dan kijk ik hoe ze van die kaars daar al hebben. En ik hoop het toch wel. Ja. En anders vraag ik ernaar. Ja. En als dat enkel maar weer seizoenverbonden is, en dat vind ik raar, een kaars is niet seizoenverbonden, want je steekt vaker een kaars aan dan met een seizoen. Maar we wachten gewoon af. Oh ja, kerel. Oh. U zegt dat dan. Ga je nou in ene weg? Ga je nou in ene weg? Kandafi. Kandafi, hallo. Ja? Oh ja? Nou, loopt hij weer weg. Nou, dan maar niet hoor. Dan maar niet, niks hoeft, alles mag. Zo is dat. Ja, niks moet, alles mag. Maar oké, lieve vrienden, ik ga eventjes de meisjes uitlaten. Het is nou weer droog, het is hier al regenachtig, regenbuien af en toe, het is niet continu, maar ja. We gaan dus de buien hopelijk door en dan komt het ook allemaal goed. Ja, en jullie zien het, ik heb mijn nieuwe trui weer aan. Ik weet niet of jullie het kunnen lezen. Ja, nou, en dat heet nou op een lange broek. Gewoon een zwarte lange broek. Ja, staat ook netjes. Maar oké, ik ga er lekker vandoor met de meisjes. Willy is boven bezig en ze werkt zo zelf naar beneden toe. Ja,
Maar ik zou zeggen, geniet van jullie dag en wees zelf de zon in huis. Want ja, en ook als je naar buiten gaat, gewoon zelf de zon zijn. Want het is ook, geloof ik, in Amsterdam hetzelfde weer dan hier. En ook in Schiedam en in Utrecht en in Den Haag. Het is allemaal dit weer. Dus misschien bij jullie ook. Ik weet het niet. Dus ja, vertel het maar. Als het bij jullie wel mooi weer is. Hè? Op deze dag, hè? Ja, als je morgen pas kijkt, dan moet je niet zeggen van ja, het is nou mooi weer. Hier schijnt de zon. Nee, je moet naar de datum kijken van de vlog. Ja. En op die dag moet je even terugdenken bij jezelf. En dan weet je, oh jee, bij ons was het toen ook regen. Ja, nou dan kan je zeggen, ja, bij ons was het ook zo. Dus ja, dat dus. Nou, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van alles en geniet een beetje mee. Doei, doei. Je bent een versopen hondje, jij. Ja. Je bent een versopen hondje. Ja, je bent een versopen hondje. Hé, hey, Willy. Wat? Ze is een versopen hondje, hè? Ja, een versopen kat. Nee, hondje. Nee, een versopen kat. Nee, een kat kan ze niet zijn. Een versopen hondje. Wij noemen dat een versopen kat. Hé, dat is ook een versopen hondje. Hé, die is ook nat. Ja. Goed, je dikke doosje, ja. Wat voor dikkie nog gaan toe. Ja, Willy is dus ook weer lekker bezig. Nou, de riemen die ik wil op de kachel moeten leggen, die zijn nog. Mijn handschoenen gaan zo maar door. Ja. Nou, jezelf nog op de kachel leggen. Nee, ja, mijn haar is ook wat nat. Maar ja, lekker belangrijk. Ja toch, lekker belangrijk. Droogt ook vanzelf weer. Ja toch? Ja. Dus ja, dat dus. Maar in ieder geval, we zijn door de regen geweest. En er waren eerst hele grote, dikke druppels. Ik denk, wat hoor ik nou vallen? Want het bleek droog. Maar ik stap de deur uit en dan zou je het beleven. Dan gaat het regenen. Hele dikke, grote druppels. Ik had gelijk op mijn jas zo'n hele grote, donkere vlek ervan. Ik denk, nou, gaat goed. En ik kijk omhoog. Er zat geen vogel. Maar er kwamen gelijk meerdere druppels. En dan verslik ik jij geen lucht. Ja, want dan word je lekker nat. Chami, domme, domme Chami. Ja, ja, wie kent het mietje niet? Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik ga eventjes wat voor mezelf doen. En dat is een heel leuk spel. Township. Ja. En daarna zal ik de vlog gaan delen. En daarna zie ik wel weer wat we gaan doen. Ik weet nog niet wat de dag verder mij brengen gaat. Nee, dat weten we geen van alles. Ik heb van alles en nog wat gebeuren, want daarnet lag ik bijna in de gang. Hè, Willy? Ja. Ja. Dus ja, dat dus. Het kan van alles gebeuren, je weet me nooit. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet gewoon van alles en geniet een beetje mee. Tot later. Ja, de meisjes die zijn zo lief. Twee engeltjes. Alleen er gaf het een bede voor. En daar zit er boven zit er ook een kanoffie. Een kerel. Ja, en jullie zien er al zitten. Mario die is er ook weer. Want oh, even een bakkie. Willy die ging de poort uit. De poort ging dicht. Maar de poort ging ook weer open. En dan zie ik Willy de fiets nog. Maar ik zag ook nog een fiets aankomen. Oh, best lief in de wacht, hè? Ja. Ja. Echt wel. Wel leuk. Maar ja, we zitten lekker in een bakkie. Koffie. Ja. Lekker, lekker, lekker. Moet allemaal kunnen. Nou, en Mario die had geen kaarsenkandelaartjes voor zo'n soort kaarsen van deze formaat. Nou, dat kan hier wel in. Ja. Maar hoe kan ze het afwisselen? Want er kan ook een vaccinelerie in, dus het is 2-in-1. Ja. Ja. Nou, en hij past er mooi in. Dus, heeft ze ook een elektrische kaars. Elektrisch is toch altijd veiliger. Kan ze aanlaten wanneer ze weggaat. Enkel, ja, vreet batterijen. Maar ja, moet je ervoor over hebben. Ik tenminste wel. Ja, ja. Komt helemaal goed.
Maar het komt hier niet vandaan, niet uit Nederland. Nee. Ja, oplaadbare batterijen. Ik heb oplaadbare batterijen. Ja. Maar ik weet niet waar dat water is. Dat, ja, ze zeggen dat het genezend is. Nou, daar komt dat water, deze kaars op vandaan. Oh, dat wijwater. Lourdes. Ja, daar komt het vandaan. Oh, oké. Okay. Ja. Ja. Die, die andere kaarsen ook. Enkel het eentje hekken weg moeten gooien, want die werd iedere keer roestig. Ook wanneer, hij was droog van binnen, maar hij werd er steeds weer roestig, omdat er ooit oxidatie van een batterij in had gezet. Ah, oké. Okay, ja. Dus ja. Dus ja, dat mag Mario hebben, die drie dingen. Dus helemaal mooi. En er zit, geloof ik, een knopje onder. Ja, daar moet ze aandrukken. Maar er zit nou geen batterijen in. Nee. Batterijloos. Maar dat moet ze zelf maar doen. Heeft ze gelijk een lichtje in het donker? Kan ze ook meenemen naar boven? Als ze naar de bed toe gaat. Kost het ook geen stroom qua licht? Ja, inderdaad. Ik heb geen oplaadbare batterijen meer, denk ik. Moet even kijken. Zet een kaars voor je raam vannacht. Zodat... Je moet een grote oplader hebben, maar ik weet ook niet waar die is gebleven. Je kan ook deze Suxer dingen kopen. Ja. Bij de Action. Oh ja. Daar kennen er twee in. Daar kennen er twee in. Gelijk in het stopcontact, maar ook die dunnetjes kunnen erin. Oh. Die moet helemaal aan de achterkant. Helemaal goed de okay. Bovenop. Ja. Leus. Nou, ik heb er eentje gehad van mijn mannetje ooit. Ah ja. Dus die zit weer een snoer aan vast. Ja. Snurkie, snurkie, hè, Alwing? Heel zachtjes. Heerlijk, niet? En die ligt te dromen. De neusje gaat af en toe op en neer. Hopies. Geweldig, lieve, toch? Ja. Zo lief. Maar oké, lieve vrienden, we gaan weer sluiten. We gaan weer verder met de koffie en even lekker kletsen bezig. Ja. Dus zeggen, tot later. Tot later. Zo, lieve vrienden. Ja. We zijn weer de tijd vergeten. Ja. Want het is alweer 2:30. In de nacht. Ik heb wel even op Facebook gezeten, maar ik had er geen fut voor. Ik heb wel mijn vrienden die ik in Messenger heb, hebben allemaal een plaatje gegeven voor de rest. Ik denk, bekijk het maar. We gaan lekker naar bedje toe. Hé? Ja, hé? Hé. Ja, toch? We gaan lekker naar bedje toe, hè? Ja? Ook naar bedje toe, hè? Ja? Ook naar bedje toe, hè? Ja. Zo lief. En daar ligt de andere kleine meid. In een rolletje. Dus ja. Helemaal geweldig. Helemaal lief. Enkel ja, we gaan lekker een beetje toe. Dus ik zeg gewoon, wel rustig, slaap lekker. Mooie dromen. En morgen maar weer gezond uit je bed zien te komen. Ja, dat moeten wij allemaal. En ja, we weten het ook. God die houdt de wacht. Daarom zeg ik gewoon graag tot aan de andere kant van de nacht. Toedeledokies.